Dames en heren, het moet noodgedongen even op afstand, maar met alle soorten van genoegen wil ik de Vereniging Hogescholen van harte feliciteren met het 45 jaar bestaan. Ik feliciteer besturenmedewerkers, alle aangesloten HBO-instellingen, maar ook de meer dan 450.000 jonge mensen die op dit moment op een van de Nederlandse HBO's aan hun toekomst werken. Al deze studenten hebben hoe dan ook een goede keus gemaakt. Want het Nederlands hbo is van wereldklasse en weet als geen ander verbindingen te leggen. Tussen denken en doen, tussen briljante ideeën en excellente uitvoering. Tussen fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen. Een van de allergrootste vernieuwingen in de afgelopen 45 jaar is misschien wel dat de strikte scheiding tussen universiteit en hbo is veranderd in samenwerking op allerlei niveaus. Daardoor komen vandaag de dag op onze hogescholen onderzoek, Onderwijs, bedrijfsleven en samenleving bij elkaar. En het belang daarvan moeten we niet onderschatten. Dat is de kracht van het HBO. En kijkend naar de grote vragen van deze tijd, weet ik één ding zeker: we zullen het HBO ook de komende 45 jaar heel hard nodig hebben om nieuwe oplossingen te bedenken en uit te voeren. Bijvoorbeeld in de zorg, de omslag naar duurzame landbouw en voor een gasloze en emissieloze toekomst. De gekwalificeerde mensen die dat voor elkaar gaan krijgen, worden nu door u opgeleid. En we weten al 45 jaar, de Vereniging Hogescholen speelt in die toekomst een belangrijke rol. Als belangenbehartiger, als gesprekspartner en initiator van vernieuwing. Ga daar vooral mee door. Ik wens u vandaag, al is het online, een mooie bijeenkomst toe en alle succes voor de toekomst.